Feyenoord heeft dit jaar niet hun titel kunnen verdedigen. Maar ze zijn nog altijd een van de beste ploegen in de Eredivisie. Ik ga ze overnemen voor de aankomende 10 seizoenen om te kijken hoeveel trofeeën ik met hun kan winnen. Onderweg gaan we kijken wat voor bizar team we kunnen bouwen. En het doel is om Feyenoord de club van het decennium te maken. Dit is het team wat het moet gaan doen. En als ik naar het team kijk, er zijn flink wat dingen waar we op kunnen verbeteren. Niet alleen doen we mee in de Eredivisie, maar natuurlijk ook in de Oranjebeker. En natuurlijk in de Champions League. We moeten zoveel mogelijk trofeeën zien te winnen, want elke trofee is 1 punt. En dit jaar gaan wij samen kijken met welk team wij de meeste punten kunnen verdienen. Dus abonneer even als je dat nog niet hebt gedaan. We zijn onderweg naar 100.000 abonnees. En dit zijn de mensen die vorige keer zijn geabonneerd. Dus je kan in beeld komen. We hebben spelers als David Hancho, Lucharel Geertruida en natuurlijk Santiago Jiménez. Dit team moet minimaal 5 van de 10 eredivisies kunnen winnen. Dit is het Feyenoord team wat we hebben. En dit team is niet verkeerd. De opstelling past alleen niet echt bij het team. Dus dit is een stukje beter. Ik hoop dat dit team veel trofeeën kan winnen. Ik bedoel, de meeste spelers zijn nog jong. En een aantal spelers zoals Jiménez, Spike Sau en Timber zijn goed op weg. Talent hebben we ook in deze Yacouba Minte. En ook spelers als deze Sauer. Hij is pas 17 jaar. Voor dit seizoen vind ik dat het achterin super sterk staat. Maar voorin kunnen wij het meeste progressie boeken. Ik denk bij Ivan Husec. En daarnaast hebben we niet echt backup spelers in de aanval. Dat je denkt van wow. Dus ja, laten we gaan voor een nieuwe linksbuiten. En daarvoor hebben we 40 miljoen. Wat niet zoveel is als een Real Madrid of een Paris Saint-Germain. Maar ja, we kunnen er wel iets mee. Maar onthouden, in deze serie mogen wij maar 2 transfers maken per seizoen. Dus we moeten er echt voor zorgen dat ze tellen. En ik heb al iemand op het oog die overal kan spelen. Vitor Roque, een jong talent van Barcelona. 18 jaar Braziliaans. Past perfect op die linksbuitenpositie. Dus laten we hem binnenhalen. Vitor Roque, welkom bij Feyenoord. Seizoen 1 ben ik super blij met deze aankoop. We gaan hem nog wel ontwikkelen naar een linksbuiten. Maar ik denk dat het voor dit seizoen wel goed zit. Ik wil eigenlijk Yacouba Minte namelijk nog permanent maken. En dat is dan onze tweede transfer. Hij kost 5,5 miljoen, dus laten we dat gewoon bieden. En daarmee gaan ze akkoord. Dus ook Yacouba Minte speelt nu permanent bij Feyenoord. En dan is dat eigenlijk alles wat we kunnen veranderen aan ons team. En ik denk dat Trauner dit seizoen nog wel een jaartje meegaat. Maar volgend jaar moeten we echt op zoek naar een nieuwe centerback. En tijdens deze serie wil ik 3 talenten in de gaten gaan houden. De eerste daarvan is Yacouba Minte. 18 jaar, 72 algemeen, speelt de sterren van de hemel bij Feyenoord in het echt. Ik hoop dat hij zijn potentie waar kan maken. Als nummer 2, Anthony Milambo. 18 jaar, 64 algemeen, maar ik weet zeker dat hij heel goed kan worden. En als derde, Leo Sauer. 17 jaar, 66 algemeen. Deze man heeft alles. En voor de eerste paar seizoenen lenen wij Sauer en Milambo uit aan een aantal andere clubs. En daarmee is dit dus ons team voor het eerste seizoen. Laten we simuleren naar het einde van seizoen 1. Het is juni 2024. En kunnen wij de Eredivisie winnen? We worden derde achter Ajax en PSV. Ik moet toch even dat PSV ook wel heel sterk is. Een oranje beker dan. Oh, we verliezen in de finale op strafschoppen. Goed, dan is er nog één hoop. De Champions League. Oké. Niet het beste seizoen in de competities, maar dit team is bizar gegroeid. Zelfs Trauner is gegroeid. En zelfs op de bank. Ik bedoel, Belen is nu 76. Die kan misschien wel de plek van Trauner over gaan nemen. Over een aantal seizoenen, want nu nog niet. Seizoen 1, qua trofeeën geen succes. Maar qua het bouwen van ons team was dit echt een heel groot succes. En dat geeft me ook alweer meer hoop voor seizoen 2. Dus laten we doorgaan naar het volgende seizoen. Welkom in seizoen 2. Ik ben vergeten om naar het aantal doelpunten te kijken volgend seizoen. Ik kom net terug van vakantie, oké? Laat me even weten of jullie nog op vakantie gaan. Wel ben ik benieuwd naar de jeugdspeler. Leo Sauer is nu al 70 algemeen. Hij is gewoon een plus 4 gegaan in dat eerste seizoen. Milambo is 67 algemeen. Die is plus 3 gegaan. En Minte is plus 2 gegaan. Is nu 74 algemeen. Prima bankspeler. Ja, waar moeten we ons team gaan verbeteren? Ik denk dat we toch echt op zoek moeten gaan naar een nieuwe centerback. Ook al groeit Trauner. We hebben natuurlijk een aantal spelers teruggekregen van hun uitleenperiode. Hendricks, Pedersen, Casamirio. Roep Pedersen is een prima backup rechtsback. Ja, ik denk dat we gewoon al ons geld in moeten zetten op een centerback. Maar wat kan je halen voor 62 miljoen? Ik denk dat ik de man gevonden heb. Antonio Silva. 20 jaar, speelt bij Benfica en is 80 algemeen. Voor 45 miljoen kunnen we hem binnenhalen. En hij heeft echt een bizarre potential. Dus daar gaan we voor. 45 miljoen misschien. Gaan ze mee akkoord. Antonio Silva, welkom bij Feyenoord. Antonio Silva is de perfecte oplossing voor Trauner. En daarmee vind ik dat ons team wel goed is. Het is geen tijd meer om stil te staan. We moeten nu trofeeën gaan pakken. We hebben namelijk 0 trofeeën.
trofeeën in het eerste seizoen gehaald. En daarmee wil ik dit seizoen afsluiten en simuleren naar het einde van seizoen 2. Ondertussen is het alweer juni 2025. Wat betekent het einde van het tweede seizoen? Ons team is flink gegroeid. Jimenez is al 85. Geertruida ook al 86. Ja, dit gaat de goede kant op. Maar was het genoeg om een eredivisie te winnen? Evenveel punten als PSV. Oh. Het is weer verliezen we. Weer? Beker op rij. De oranje beker op die manier verliezen is niet leuk. Maar goed. De Europa League. We toppen de groep. Laatste 16 verliezen we van Sparta Praag. Twee seizoenen nog steeds geen prijs. Dit keer niet vergeten. Jimenez, topscorer van Feyenoord. 22 doelpunten en 6 assisten. Daarna Paik Sau. En Minte heeft blijkbaar ook echt gigantisch veel wedstrijden gespeeld. Hij is ook plus 4 gegaan dit seizoen. Daarover gesproken, hoe gaat het met onze andere talenten? Sauer is nu 73 algemeen en Milambo 70. Ze zijn rustig aan het opgroeien naar een basisspeler in ons team, maar ze zijn er nog niet. En volgend seizoen komen ze terug, dus ik denk dat we ze nog een jaartje moeten uitlenen. Maar dat zien we volgend seizoen. Laten we daar naartoe gaan. Seizoen 3, we hebben een budget van 70 miljoen. Wat ik allemaal wil gebruiken op een nieuwe centraal aanvallende middenvelder. Stanks, ja, hij is ouder aan het worden en groeit niet meer. En ik wil onze jeugdtalent weer uit gaan lenen, want dat is wel nodig. Trauner wil niet bijtekenen, dus ja, we moeten ook op zoek naar een nieuwe centerback. Moet ik toegeven, Belen? Ja, dat is best een prima backup centerback. Laten we hem gewoon houden. Waarom niet? Arda Güler is een hele leuke speler om te halen. En vooral na die goal voor Turkije. Wow. En dus halen we hem binnen voor 53 miljoen. Perfecte vervanging voor op Cam, zou ik zelf zeggen. Ja, ons team ziet er heel sterk uit. Dus als we dit jaar geen trofeeën kunnen winnen, dan ga ik me toch echt zorgen maken. En als Trauner vertrekt en onze twee talenten weer zijn uitgeleend, gaan we simuleren naar het einde van het seizoen. Het einde van seizoen 3. We winnen de Eredivisie. Trofee nummer 1 is binnen. Geen oranje beker. Waar zijn we? 2-0 in ronde 1 van Almere City. Champions League dan. We gaan direct naar de Europa League, waarin we de voorronde verliezen van Benfica. 3 seizoenen, maar eindelijk onze eerste trofee. Wow, ons team is echt bizar aan het groeien trouwens. Zelfs onze bank is daadwerkelijk allemaal rond de 80 aan het worden. Rook maakt het tot nu toe niet echt waar. Ik had meer van hem verwacht. Maar misschien komt het nog. Minte gaat hem op deze manier wel inhalen. Wie is onze topscorer? Tuurlijk is het Jimenez. Maar Güler met 22 doelpunten in 40 wedstrijden is ook echt een bizarre prestatie. Een top aankoop dus. Hij is ook plus 5 gegaan. Maar met onze jeugdtalenten. Sauer is nu 76 algemeen. En nog steeds pas 20 jaar. Milan 72 en 21 jaar. Ik weet niet of hij het raar gaat maken, maar Sauer is zeker goed op weg. Volgend seizoen toch misschien op zoek naar een nieuwe linksbuiten. Ik wil Rook eigenlijk nog wel een kans geven. Misschien moeten we afwachten. Ik weet niet wat we volgend seizoen moeten doen, maar ons team ziet er bizar uit. Laten we naar volgend seizoen gaan. Seizoen 4, 93 miljoen om te gaan verbeteren. Maar waar gaan we verbeteren? Gaan we Rook verbeteren of gaan we toch voor een nieuwe linksback of keeper? Pailo is ondertussen 28 jaar oud, maar keepers pieken laat. Ik denk dat het tijd is om Hartman te gaan vervangen. En waarom niet een hele rare transfer misschien, maar Alfonso Davies voor 82 miljoen en Bart Nieuwkoop. Nu hopen dat hij een flinke paycut wil nemen, want dit kan ik niet betalen. En dat aanbod accepteren ze. Alfonso Davies naar Feyenoord. Echt een hele rare transfer. Wat een transfer. Wie had dit verwacht? Daarmee is wel ons budget zo goed als op. Dus daarmee simuleren we naar het einde van het vierde seizoen. Het vierde seizoen is voorbij. Het team heeft allemaal plusjes behalve Rook. Het lukt hem niet. En dat is te zien. Hij scoort maar 3 keer in 10 wedstrijden. Jimenez daarentegen 31 doelpunten en 7 assists. En ook Arda Güler 20 doelpunten en 20 assists. Hij is nu 89 algemeen. We hebben een aantal top aankopen gedaan deze video. Maar Rook is er niet één van. Voordat we gaan kijken naar de uitslagen, eerst even naar de jeugdtalenten. Leo Sauer is nu 78 algemeen. Minte is nu 80 algemeen. En Anthony Milambo is nu 75 algemeen. Sauer komt wel op de bank. Milambo komt ook wel op de bank, denk ik. Ze hebben zich uitgegroeid tot een bankspeler voor dit Feyenoord. Waar iedereen rond de 80 algemeen is. Dat is trouwens best wel bizar. Nu de vraag, kunnen wij trofee nummer 2 winnen? Nee, we worden tweede. Wel een oranje beker. Oké, trofee nummer 2 is toch binnen. Champions League tweede in de groep. We worden uitgeschakeld door AC Milan in de laatste 16. 2 trofeeën in 4 seizoenen. Dit gaat de hele verkeerde kant op. Laten we doorgaan naar volgend seizoen. Seizoen 5. Halverwege en we hebben 120 miljoen. En daarmee wil ik toch Rook gaan vervangen. Bradley Barcola. 24 jaar, 87 algemeen. 92 miljoen. Die kunnen we betalen. Voor 96 miljoen en Ivanušec halen we hem naar de club. Daarmee is ons budget misschien op, maar ja, we hebben wel eindelijk een goede linksbuiten. Betekent alleen dat er geen plek is voor Sauer op de bank. Of we moeten Minte aan de kant halen, maar dat wil ik eigenlijk niet doen. Misschien lenen we hem nog wel een seizoentje uit. Waarom niet? Sauer, tot volgend seizoen. Ik heb nog heel veel contracten te verlengen, dus daar gaat de rest van het budget heen. En daarmee is het tijd om te simuleren naar het einde van seizoen 5. 2028, ons
team. Het is bizar. Oh, en nu ga je groeien, meneer Rook. Ik heb Sauer nooit uitgeleend. Niemand wou hem hebben. In ieder geval, Santiago Jiménez nog steeds topscorer van Feyenoord. Arda Güler nog steeds erachter. Minte 20 doelpunten. Zo. Hij heeft veel wedstrijden gespeeld dan dit seizoen. Ik bedoel, veel gescoord is meestal goed teken. Toch? Dat bedoel ik. Geen Oranje Beker. We verliezen weer in de finale van Ajax. Tot nu toe 3 trofeeën in 5 seizoenen. Dat is niet best. We verliezen in de laatste 16 van LASK. Feyenoord, er moet echt wat veranderen als jullie nog boven PSV willen eindigen. Die hadden namelijk 16 trofeeën in 10 seizoenen. Bijlo is er ook ineens vandoor trouwens. Waar is Bijlo? Hij is verkast naar Valencia. Oké. Volgend seizoen op zoek naar een nieuwe keeper. Dat is duidelijk. Geen tijd om til te staan. Seizoen 6. Laten we gaan voor Diogo Costa. We hebben 146 miljoen trouwens. Dus welkom bij Feyenoord. Ja, en daarmee is ons team weer compleet. Dus laten we simuleren naar het einde van het seizoen. Het is alweer juni 2029. Het einde van seizoen 6. Ja, ons team is nog steeds insane. Maar dit team kan dus geen Eredivisie winnen. Dat is wel apart. Ook geen Oranje Beker. Laten we dan hopen dat we al onze focus gelegd hebben op de Champions League. We toppen de groep. We winnen de laatste 16 van Roma. We verliezen de kwartfinale van Spurs. Weer geen trofee voor Feyenoord. Wat is er aan de hand, Feyenoord? Ja, hopen dat we dit seizoen iets meer kunnen bereiken. We hebben heel veel budget, maar ik zou niet weten wat we kunnen doen. Dus laten we gewoon simuleren dit seizoen en kijken hoe Feyenoord het dat doet. Ik weet niet wat er gebeurt, maar het is het einde van dat seizoen en we krijgen deze intro. En dat betekent een Champions League finale. Wat is er gebeurd dit seizoen? Hebben ze nou eindelijk naar me geluisterd? We toppen de groep boven Napoli en Liverpool. We winnen van Chelsea. We winnen van Spurs. En we winnen van Leverkusen. Om in de finale te staan tegen Paris Saint-Germain. Voordat we die gaan spelen, we winnen ook een Eredivisie. En een Oranje Beker. Dit kan gewoon een treble zijn voor Feyenoord dit seizoen. Wat is er gebeurd dit seizoen? Hoe is het met ons team? Onze hele voorhoede is 90, behalve Paixão. Zelfs voor het middenveld. Alleen Timber is niet 90. En onze verdediging is helemaal insane. Wat gebeurt hier? Wat een team. Dat is onze bank groeit mee. Bizar. Onze topscorer dit seizoen, Arda Güler. 31 doelpunten, 12 assists. Met Paixão en Jiménez erachter. Minte blijft ook maar scoren hoor. Over het algemeen hebben we gewoon een bizar team neergezet. En dat gaan we zien als we hier een treble weten te winnen met Feyenoord. En in één keer hun trofeeën verdubbelen. Seizoen 7. Daarin winnen wij de treble met Feyenoord. 3 trofeeën dit jaar. Jiménez en Davy scoren. Wauw, wat een seizoen. Snel op naar volgend seizoen en hopen dat we dit kunnen herhalen. Dus laten we gewoon volgend seizoen direct doorsimuleren naar het einde. Het is juni 2031, het einde van seizoen 8. Hoe hebben we het dit jaar kunnen doen, vraag ik me dan af. Het team is insane. Ik hoop dat we die vorm door kunnen zetten. En dat doen we. We winnen de Eredivisie en de Oranje Beker. Maar we komen tot de kwartfinale van de Champions League en worden uitgeschakeld door Arsenal. Goed, prima. Jiménez is nu 96 algemeen. Nog steeds niks te verbeteren. Laten we simuleren naar het einde van seizoen 9. Seizoen 9 is voorbij. Hancho is aan het kelderen, maar de rest is nu boven de 90. Behalve Timber en Paixão nog steeds. Dat betekent dat ik voor het laatste seizoen wel een nieuwe centerback binnen wil halen. We winnen in ieder geval de Eredivisie. Maar geen Oranje Beker dit keer. We worden uitgeschakeld door Twente in de kwartfinale. De Champions League uitgeschakeld door Dortmund in de kwartfinale ook. 1 trofee om erbij te schrijven op naar volgend seizoen. En dat is dan ook het laatste seizoen. Het laatste seizoen is ingegaan. En ik heb Bastoni naar Feyenoord gehaald. Een van de beste verdedigers ter wereld op dit moment. Om zoveel mogelijk uit dat laatste seizoen proberen te halen. Dat gaan we nu doen. Niet te lang op wachten. Laten we simuleren naar het einde van het allerlaatste seizoen. Het is het einde van het seizoen. Maar voordat we daarna gaan kijken, laten we eerst kijken hoe ons team het heeft gedaan. Onze rechtsbuiten is verdwenen. Ik heb geen idee waar die heen is. En sterker nog, ik kan me niet eens herinneren wie daar stond. Sorry. Dit seizoen Santiago Jiménez. 47 doelpunten en 18 assisten. Toch wel de man van de video. Om te beginnen, Sauer is nu 84 algemeen. En zou overal ter wereld misschien wel een plekje in de basiself wel krijgen. Maar hier, hij is gewoon niet goed genoeg. Yankuba Minte is 85 algemeen. En hetzelfde geldt voor hem. Hij is echt, hoeveel doelpunten ik hem heb zien scoren is niet normaal. En Milambo is nu uitgegroeid tot een van de beste wisselspelers van dit Feyenoord. Ja, hij heeft nooit echt zijn potentieel waargemaakt. Dit Feyenoord team zelf is bizar. En ik ben benieuwd, wat voor team kunnen jullie neerzetten in 10 jaar? Waarom staat Bailey hier? Stuur het in via mijn Discord. En dat is mijn challenge voor jullie deze week. Probeer eens 10 seizoenen een ploeg over te nemen. En laat me jullie team zien. Ik ben benieuwd hoeveel van jullie dit daadwerkelijk gaan doen. Voordat we de video afsluiten, hebben we nog een aantal trofeeën te bekijken. De Eredivisie winnen we. En de Oranje Beker ook. Dat is trofee nummer 11. En daarmee wint Feyenoord 11 trofeeën in 10 seizoenen. En komen ze helaas wel 5 trofeeën onder PSV te staan. Maar welke club moet ik de volgende keer overnemen? Laat het me weten. En ik klik hier als je nog een video wil zien. En vergeet niet te abonneren. We zijn bijna bij die 100.000.